kleine omweg. Goed, Erben Wennemars, we gaan met jou praten over het einde van de carrière... die iets eerder viel dan gepland. Ja, hè? Zo kunnen we dat zeggen. Daar zijn we niet meer verdrietig over? Ah, het is gebeurd. Ja. En een beetje relativeringsvermogen. Dus, wanneer ontstaat dat relativeringsvermogen? Meteen als je de schaatsen uitdoet, de volgende dag? Ik wist de volgende dag toen Arjan van der Kief zich plaatste... dus dat er sowieso 10 rijders mee zouden gaan naar de Spelen... dacht ik van, nou, nu ga ik zeker weten niet meer mee. Heb je dan nog een moment dat je denkt... ik zou natuurlijk aan Sven Kramer kunnen vragen... of die zijn plaats voor de 1500 meter staat? Nooit. Dat zou ik absoluut niet willen. En als hij dat zoiets zou doen... dat zou dan de grootste vernedering zijn voor mij... die hij in mij maar kan aandoen. Dus dat is echt not done? Dat zou gewoon niet kunnen? Nee, nee. Als je altijd gewoon zelf gestreden hebt... en zelf gereden hebt voor je wedstrijden... en als je dan ben wereldkampioen 1500 meter geweest... en als dan iemand die zich net plaatst voor de 1500 meter... dan zegt van, ah jongen, jij mag wel rijden voor mij. Ja, maar is zo'n gevoel dat je reserve bent, is dat dan ook niet een beetje vernederend? Ja, reserve, ja. Als je te vaak bent, dan is het zeker niet leuk. Daar moet ik wel heel erg aan wennen. Daar heb ik ook de afgelopen jaren ben ik te vaak reserve geweest. Mm-hmm. Maar dat heb je dus nu nog even. Je bent nu nog even reserve in Vancouver? Ja. Ik weet eigenlijk niet eens officieel of ik reserve ben, hoor. Maar... Hoe bedoel je? Nou, ik weet niet hoe die regels in elkaar zitten en wanneer er nog mensen... Wanneer je nog mensen kunt vervangen... Kijk, als ze nu in één keer mensen hun been breken... dan denk ik wel dat ze me nog oproepen. Maar ja, ik wil er ook gewoon niet op hopen. Dat is zo'n rare situatie. Dan moet je dan hopen dat er iemand afvalt. Ja. Maar moet je er niet gewoon op trainen? Is het niet zo, een voetballer die op de bank zit, traint ook gewoon mee. Ja, ik train wel. Ik heb gisteren gelopen, ik heb gisteren krachttraining gedaan... ik heb vandaag geschaatst. Ik heb eergisteren nog 1,5 uur op de mountainbike gezeten. Vind ik gewoon leuk. Ja. En ik heb sowieso de laatste tijd wilde ik gewoon iets meer doen wat ik gewoon leuk vind. En ik denk dat het heel belangrijk is. Ik ben vlak voor het OKT, dat weten ze ook allemaal, ben ik nog bij even van Bentham langs geweest. Heb koeien gemolken. En ik moest toen in één keer, vanaf daar moest ik 12 uur later, ik hoorde dat ik daar een dag later moest rijden. 16 uur later. Dus ik moest terug naar Calgary. Ik moest 4 uur slapen. Ik moest naar het vliegveld, 2 uur vliegen, naar het hotel. En zo ineens ook door naar de wedstrijd. En dat was eigenlijk mijn beste wedstrijd van het hele jaar. Dus, dus in die zin is het. Ik denk dat het. Het maar nog even niet. Om dit hoofdstukje, dat we het goed begrijpen. Je weet niet helemaal zeker of je reserve bent, maar je bent het eigenlijk wel. Maar het is niet zo professioneel als bijvoorbeeld bij het voetbal... dat je gewoon deel uitmaakt van het team, meetraint, alles doet. Jawel. Maar nu zijn ze gewoon... Mijn ploeggenoten zijn nu in Hamer. Die zijn ook daar bezig met die wedstrijd. En daar heeft het ook geen zin dat ik daar maar een beetje omheen loop. Want ze zijn daar veel te druk met zichzelf. Ze komen daarna terug, dan gaan ze nog op trainingskamp naar Erfvoet. Dat is een andere setting. Dan gaan ze gewoon lekker trainen weer. Ja. En daar ga ik ook volgende week gewoon heen. Ja, ik weet als niet er iemand valt, jouw eigen carrière heb je dat ook meegemaakt. Ja. En je breekt een arm. En als zij dat nu doen, dan sta jij er gewoon in die plaats. Ja, dat weet ik echt niet. Misschien die willen gewoon niet aan denken, volgens mij. Nee, het wordt langzaam een beetje virtueel zo. Ja, nee, maar dat zijn ook allemaal van die... Is er niet een vorm... Ja, precies. Van, en jij bent nou de... Totaal onbelangrijk. Laten we even kijken naar wat beelden uit jouw carrière... waar geluk, winst en emotie toch ook een rol spelen. Nee, dat nu. Eerst gaat onderlangs, maar kan het toch niet houden. En Wennemars is geblesseerd en zwaar geblesseerd. Wat verschrikkelijk. Oh, nee. Duurt de dagen, duurt te duren. Dit is het jaar van Wennemars. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stijgen. En kijk eens hoe kapot hij zit. Kijk eens waar het vandaan kwam, uit een kleine teentje. In het verleden is wel eens gezegd over Wennemars, doe je niet te gek. Hij kan het wel dus. En eindelijk is Wennemars wereldkampioen en dan ziet hij er zo uit. Nou, hier gaat Erben Wennemars op naar zijn wereldtitel. Wereldkampioen worden is moeilijk. Wereldkampioen blijven is veel moeilijker. Hij komt er langs. Brons voor Wennemars. Het is te hoog gegrepen voor Wennemars. 100ste scheidt Erben Wennemars van Vancouver. je zei net, toen we het nog even hadden over de Elfstedentocht. Ach, ze hebben nooit van mij gezegd dat ik nou iemand ben met de meest fantastische techniek. Dus laten we die techniek even loslaten. Wat ze altijd van jou zeggen is, die man heeft gewoon een driving force. Ja. Daarmee, hè, al had hij geen benen, had hij nog schaatser geworden. En is keihard gewerkt. Ja, maar ze werken er allemaal ja, maar niet zo hard als jij, volgens mij. Ja, dus, wat heb je er allemaal voor over gehad? Nee, ik heb gewoon hard getraind. En ja, hoe hard heb je getraind? Ja, hoe hard heb je getraind? Jongens, ja, ik heb al best wel veel afgezien. Ik denk dat ze allemaal hard trainen, hoor. Dus gewoon lekker getraind. Nou, als je de columns van jouw vrouw leest... Ja. Over hoe ver je daarin ging... Ja. Ik denk niet dat ze allemaal zo ver gingen. Ja. Nou, ik denk ook dat je er gewoon alles aan moet doen. En ik had altijd wel het gevoel van... dat ik iets minder talent had en dat ik iets moest compenseren. En dat kon ik dan wel in trainingen. Met vlijt? Ja. Ja. Maar was dat ook zo? Nou, of was dat all in the mind? Het werkt. Ja, dus, het is allemaal, het is allemaal in de mind. Weten. Precies. Nee, ik ben de laatste tijd wel achtergekomen. Maar vooral als het dan allemaal wat minder goed gaat... dat er veel meer is dan alleen maar hard trainen. Er komt zoveel gevoel bij. Maar waarom ben je daar pas later achter gekomen? Omdat je vroeger dacht je van, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Ik moet gewoon rammen en dan ramde ik over die eigen en dan won ik ook gewoon. Dat werkte gewoon voor mij. Maar op het moment dat dat niet meer werkt... en dan ga je dus nadenken en dan komt een bepaald gevoel of techniek... of je mentale staat, dat werkt ook allemaal. En dan ga je daaraan denken. Als het alleen maar harder trainen op een gegeven moment gewoon niet meer werkt. Nou, heb je daar het oude niveau ook nog wel bereikt, of niet? Nou, ik heb toch wel toen je... Ja, nou, kijk, als je wint, dan is alles heel erg makkelijk. Dan kijk je om je heen en dan zie je die gasten die dan reserve zijn of zesde worden. En denk je, jongen, ben je dan een stakker, jongen. Dat moet wel even zo doen. Eventjes gewoon een beetje gasten erbij, iets dieper zitten. Nou ja, maar nu denk ik, iets dieper zitten. Ja, ik wil wel... En dan als een wedstrijd nu niet gaat, en dan hoor ik die coaches en dan zeggen, kom op, je moet dit doen. Dan denken we zo, ja, dat weet ik zelf ook wel. Ja. Maar ik kan het niet. Want ze roepen dan van je dieper of wat dan ook. Ja, bij wijze van spreken, ja. Dan wil ik het wel, maar dan is het heel moeilijk om het toch ook gedaan te krijgen. Is dat gewoon de fysieke beperking omdat je wat ouder wordt, of is dat het? Nou, dat is inderdaad, denk ik ook wel, ja, je herstelt wat minder, maar je hebt gewoon veel meer bagage. Je hebt ook gewoon... Je moet alles wel gewoon meenemen. Je hebt op een gegeven moment ook een bepaald verwachtingspatroon. Als je jong bent, dan is alles goed, alles leuk, dan mag alles. Ja. Maar je hebt zoveel ervaring, dat moet je meenemen. En dat is ook, soms is dat mooi, is het goed, maar soms is het ook gewoon ballast. Ben je eigenlijk op zo'n moment een leuk mens? Als je zo alleen maar met jezelf bezig bent? Nee, ik ben geen leuk mens dan, nee. En geldt dat dan een heel jaar? Of is dat dan een... Nee, maar met name voor de wedstrijden, denk ik, dan kan ik wel eens... Ja, dan ben je niet echt heel leuk. Maar als het dan de wedstrijd voorbij is en ik heb of gewonnen of verloren... dan is het ook gewoon over. Toch zijn mensen van jou gaan houden. Niet alleen het publiek, vooral als je won trouwens. Ja. Maar ook de mensen om je heen. Je hebt al die stukken wel in de krant gelezen de afgelopen dagen. Die gingen over jouw afscheid. Ja. Een en al lof. We hebben een paar mensen opgezocht met de vraag... geef eens een mening of een boodschap aan Erben. Oh. Lieve Erben, man, wat hebben we al die jaren met je meegeleefd. En wat heb je veel voor de sport betekend? In het begin was het bijna meer hardlopen wat hij deed dan echt schaatsen. Het is een enthousiasme naar het publiek en vervolgens de concentratie... en de felheid waarmee hij altijd zijn wedstrijden gereden heeft. Dat is uniek. Tot bijna kotsend aan de streep. En dat gewoon elke wedstrijd. En ja, daar heb ik gewoon diep respect voor. Van mij dan zeg je wel eens dat is een wereldwijf. Nou, Erben, je bent een wereldkerel. Ik denk dat hij een van de Nederlanders is geweest ook, die het schaats groot hebben gemaakt in Nederland. Hij is de man en dat wil ik hem ook meegeven om die spirit vast te houden en mensen nog te stimuleren. Ik zou het geweldig vinden bijvoorbeeld als Erben de marathoncompetitie in zou gaan. Ik denk dat hij daar nog heel veel plezierige jaren kan beleven. Ook als je nu ophoudt, dan nog blijf ik absoluut je fan. En ik wil je zeggen als voorzitter van NOC*NSF, dank je wel. Wat je voor de sport hebt gedaan. Ja, veel geluk. Ik uit Terpstra hoorden we dus Rintje Ritsma en Ard Schenk. Dat zijn echte helden, hè? Ja? Hij is Ard een held van jou ook? Ja, zeker. Hoe die man hoe die voorkomt en wat hij gepresteerd heeft, ja, dat is echt een held. Rintje Ritsma, zei je... En Rintje ook, hoor. Rintje is ook een... Die noemde jou een hardloper. Ja, maar ja. Hij is... Maar ik reed hem er wel af. Maar... Nee, maar, maar Rintje is ook gewoon een grootheid. Ja. Hebben jullie nou veel, veel contact met elkaar? Nee. Nee? Nee. Het is niet een wereld van elkaar nog eens bellen? En... Nee, ik ben altijd... Met name als ik aan het schaatsen ben, ik gewoon heel erg met mezelf bezig. En dan heb ik daar ook gewoon geen tijd voor. Ik denk dat ik zometeen aan het einde van het schaatsen maar eens een keer een paar mensen ga bellen. En dan nodig is uit, dan ga ik een biertje drinken met ze. En als het dan gezellig is, dan kunnen we vrienden worden. En als het niet gezellig is, dan gaan we verder. Zou jij een goede coach zijn, een goede leraar? Ik zou een hele goede coach zijn. Ga je die richting ook op? Nee, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Waarom niet? Als je een goede coach bent? Ik denk dat ik binnen een half jaar geen schaatsers meer over heb. Want? Nou, ik ben je wil alles? Nee, ik denk dat ik nogal hard zal zijn tegen mijn sporters. En ik ben altijd heel erg hard tegen mezelf geweest. En ik merk dat mijn omgeving, of dat mensen in het begeleidingsteam... dat je dat gewoon niet terug kunt verwachten. En ik denk dat ik misschien wel te veel zal gaan eisen. Heb je een vriend overgehouden aan het schaatsen? Heb je een vriend overgehouden aan het schaatsen? In de schaatswereld? Ja. Weinig. Zou ik er een mogen noemen? Ja? Die hebben we namelijk gezien in beeld. Ja? Johnny Davis. Laten we kijken. Ja. This is important. My hero, okay? I love this man. I really do love this man. Every morning, when I want to reach the Cheetos or I want to reach the Oreo cookies, I go, would Erben do that? Nah, he wouldn't do that. So I settle for a healthier choice here. Some oranges. I know Erben would eat this before he'll eat Cheetos or some junk food like that. So I have Erben up there. Ja, dit komt uit een documentaire, is dus al eerder uitgezonden. Je had ik ken het. Hij houdt van je. Nou, geweldig. Hij heeft ook gezegd, ik hou die foto ook op de ijskast. Zelfs nu die gestopt is, hè? Ja, wel leuk. Ja. Had jij een stijl? We hebben net Ard Schenk gezien. En volgens mij had hij zo'n lange slag. Hè? Nou, qua techniek heb ik nooit aan die mensen gehad waarvan ik echt dacht van, dat moet ik ook. Van zo wil ik ook op de ijs staan. Daarin wilde ik wel gewoon mezelf zijn. En gewoon... iedereen kijkt altijd naar een stijl, naar een bepaalde rust of een bepaalde slag. En ik wilde gewoon iets uitstralen van God, dat je in ieder geval je best doet. Ja. Toch nog even over wat je nu net zei. Je zei van, ik zou een goede coach zijn, maar ik zou te veel vragen van mijn pupillen, om ze maar even zo te noemen. Zegt dat iets over hoe professioneel de schaatsport wordt bedreven door jonge mensen? Namelijk niet genoeg? Oh nee, het wordt heel erg professioneel bedreven. Maar... ik denk dat er moet meer ziel, er moet meer emotie en je moet ook echt wat Pieter Muller altijd deed aan mij, die jaagde hem op. En die, coach Pieter Muller. Ja. En dat is tegenwoordig is het heel erg wetenschappelijk, heel erg verantwoord. En dat is, we gaan daardoor wel veel harder, maar ik ben meer van het... Wat gaat er maandag gebeuren? Ga ik schaatsen. Ja. 100 meter, 160 meter. Waar? Het NK. Op natuurreis, bij mij voor de deur. Bij jou voor de deur is natuurreis? Ja. En daar wordt officieel jouw laatste 100 meter gereden. Heel toevallig dat daar dit jaar het Nederlands kampioenschap korte baan gehouden zou worden. Als het zou gaan vriezen. Nou, het vriest nu. En het kan er gehouden worden, dus... Ja, vader is ijsmeester op die baan, hebben we begrepen. Ja. We hebben verhalen gehoord, overigens, dat er nog wel dat de veegmachine door het ijs was gezakt. Ja. Ja of nee? Ja, ik heb hem zelf geplaatst. Dus wat nou korte baanwedstrijden? Ik vond het geniaal. Mijn bijschrift was ook van NK korte baan in gevaar. Ik dacht ook van ijsmeester, vader Wennemars... niet eens met de beslissingszoon en saboteert de ijsbaan. Ik begrijp dat dit was het nieuws binnen eigenlijk. Ja. Maar het is, ik vond het wel een prachtige foto, toch? Ja. Maar hij is eruit gehaald en het ijs komt allemaal hartstikke goed. Oké, dit is eigenlijk jouw officiële afscheidswedstrijd? Mijn afscheidswedstrijd, ja. Ik blijf wel schaatsen. Ik blijf misschien wat Rintje zei, dat vond ik wel een goeie. Marathon? Dat vind ik wel leuk. Ja? Dus, en als die Elfstedentocht komt, dan rijd ik hem ook zeker mee. Wil ik hem heel graag meerijden. Kijk, ik ga hem natuurlijk niet winnen, maar alleen het idee dat je een kans maakt om iets te winnen. En als je start, maak je altijd een kans. Dat zou ik heel graag willen doen. Mag ik tot slot de vrouw nog even citeren? Altijd durven dromen. Hij moet geld verdienen. Ja, dat ook nog. Hoe gaan we dat doen? Ja? Ik weet het nog niet. Ah, vertel. Nee, echt niet. De aanbiedingen vliegen toch om de oren? Er zijn wel mensen die me bellen, maar ja goed, tussen aanbiedingen en echt concreet worden. Welke richting zit? Postering... De scheringa was die er... Dus geen gaan, nee, die belt me niet. Maar wat wil je? Dat is toch belangrijk? Wat wil jij? Ik vind het heel moeilijk om... Ik heb echt niet... Ik wist natuurlijk dat ik ging stoppen. En dan denk ik, oh, god, wat komt er nou dan na die Spelen? En dat kon ik gewoon niet voor elkaar krijgen. Ik kon gewoon niet verder denken dan... Ik moet het schaatsen gewoon goed afmaken. En daar moet ik aan denken en dat moet ik afmaken. Ik ben nu nog hartstikke druk met het NK Korte Baan. En dat blijft nog natuurreis. En ik wil wel graag een doel hebben. Ik wil graag iets vinden waar ik net zo gepassioneerd mee bezig kan zijn... dan dat ik nu met schaatsen ben. Maar als je eens kijkt naar grote sportmensen, hè, zoals Inger de Bruin, zwemster... of Michael Bogert, wielrenner, die zijn in het zogenaamde zwarte gat terechtgekomen. Maar echt serieus. Ja, serieus. Zeer verdrietig van Michael Bogert. Zijn huwelijk is op de klippen gelopen. Inger de Bruin is ook zeer verdrietig. Ja. Ben je daar bang voor? Ik ben niet bang voor, want dan bel jij mij toch, of niet? Tuurlijk. Ik heb gewoon wat mensen nodig die me er af en toe uittrekken. Een mental coach. Ja. Wim de Bie. Ja. We gaan hem vragen. Mogen we je hartelijk bedanken voor je komst. En een ontzettend prettige en mooie dag aanstaande maandag. Ik neem aan dat je kinderen ook op het ijs zijn met schaatsen en al. Nou, ik weet niet of ze schaatsen hebben, maar ze zullen er ongetwijfeld bij zijn.